Okey-dokey. Daily challenge tijd. Laten we eens zien welke Londen er vandaag aan bod komen. Een van de reden ziet dit er heel... Oké, dit is het niet. Ik denk wel dat het Europa is. Is het Tsjechië? Is het Slowakije? Of iets in die richting? Cyrillisch? Dus dan moeten we het weer in een andere richting gaan zoeken. Zou het Servië, Montenegro, Noord-Macedonië kunnen zijn? RS, Servië. Ik weet dan niet of Nis. Ik wil zeggen, want het ziet er vrij uit als een vrij grote stad. Dus ik had al zoiets van dat moet wel te vinden zijn op de. Op de kaart. Even kijken, kan ik hier een straatnaam krijgen? Of doen we daar niet aan in Servië? Ik denk dat we daar niet aan doen in Servië. Wat op zich best jammer is. Want dat maakt het allemaal wel een klein beetje ingewikkelder. Om precies te bepalen waar we zijn. Dit is ook niet. Zou dit kunnen zijn misschien? Of lager? Zoiets als dit bijvoorbeeld. Dus kijk, wacht. Is het een... Dit is een rivier. Dit is... Oké. De Pepeka? Kan dat? Dat het zo heet? Ja. Het ligt ten noorden van het kruispunt waar we zo waren. Het is een Nisava. Eigenlijk helpt dat wel. Straag. Ik zet hem even hier weg. Ik denk niet dat dat het is, maar... Ik denk dat de brug dan Pekka heet. Misschien. Dat zou het meest logische zijn. Ik kan me niet voorstellen dat deze in één keer verandert van... Ja, nou. Ja, dus. next one. Dit Israël misschien? Ja, zo zien we wel. Oké, nou moeten we alleen hopen dat we misschien een naam van een stad krijgen. En dat gaat extreem lastig zijn, denk ik. Want het ziet er naar uit dat ik hier voorlopig geen enkel woord zie in de Romaanse taal. Is het Romaans? Ik weet niet. In ieder geval in letters die ik kan lezen. Zullen we het daarop houden? Want. Dat denk ik gezien hoe het er voor de rest uitziet, niet. Kijken, want dit ziet er wel uit als iets waar ik iets mee kan. Dat zou... Is niet dit? Ik probeer me even in te denken waar dit is.
Zou dit Haifa kunnen zijn? Dit zo hier? Ja. Zou Haifa kunnen zijn, inderdaad. Dan zouden we wel eens in Haifa kunnen staan. Ik doe maar een gok hoor, puur alleen gebaseerd op dit. Ja. Ik heb het wel eens op radere manieren. Waar was dat pas geleden op de. Excuus. Op een Mudflap. Devhair Shopping Center. Ik denk niet dat we in Haifa zelf zitten. Dat is een beetje het probleem. Maar ja, dat moet wel, want het is een vrij grote stad. Dus zoveel keuze heb je dan ook weer niet, zeg maar. Nazareth. Zou dan in Nazareth zitten? Ja, het is wel. Oké. Okay. Ja, ik had het gewoon moeten doen. Oh, wat is dit voor lollige locatie? Huh. Oké. Zover was ik al wel inderdaad dat het zeer waarschijnlijk Zuid-Amerika was. Rio. Namen volgen, dat is een beetje jammer. Rio Grande, ik denk. Denk. Hebben ze hier een plaats die Rio Grande heet? Ik zit te twijfelen tussen. Tussen Argentinië en. Tussen. Hoe heet het? Daar, Rio Grande, ik wist het wel. Ik wou net zeggen, het ziet eruit alsof het niet heel erg bewoond is. Ik wist wel dat Rio Grande hier beneden zat. Ik had het de eerste keer gewoon niet gezien. Laten we eens kijken of we hier iets meer uit kunnen. Route 3 en iets op 10 kilometer met. Nee, daar kan ik niks mee. San Pablo op 24 kilometer. Dat is richting het oosten. Pablo, San Pablo daar. Zou dit de naam kunnen zijn die we net zagen? Waar we maar een paar letters van zagen? Cabo San Pablo. Want dit is route 3, dat zou kunnen kloppen. Maar dat klopt dan niet met. Jawel. Loopt hier een weg? Nee, er loopt hier geen weg. Maar we moeten toch op een manier bij Cabo San Pablo komen, zou je zeggen. Zou je zeggen dat we hier ergens zijn? Want als dat naar Cabo San Pablo gaat, dit naar die andere kant naar Ruta 3 en Tolhuin. Ja, ik kan het zeggen. Oké. Dit lijkt me dan weer. In Afrika te zijn. Nogmaals, elimineren van dingen. Niet Kenia, niet Oeganda, niet Nigeria. Ja, trouwens. Waarom heb ik. Ja, die bergen verraden het al een beetje.
Al zou het dan eventueel nog wel Zuid-Afrika in die omgeving kunnen zijn. Maar met dit soort bergen en zulke warme kleding dat mensen aan hebben. Nou, deze mevrouw dan toevallig niet. Maar deze meneer dan weer wel. En die meneer daar verderop ook weer. Moet dit wel. Als het niet Lesotho is, dan. Ik zal het anders zeggen. Als het niet Lesotho of aangrenzend gebied is. Ik vind dat een stukje veiliger. Dan vreet ik echt mijn muis op. Als ik zou niet weten wat. Ik zag vanuit de verte zag ik. Oh, wacht even. Lebone is volgens mij een stad hier. Toch? Of ben ik gek? Of gek ben ik sowieso wel. Ja, nou verraad. Ik dacht alleen Polen, misschien dat het een. Misschien ben ik al gewoon helemaal gek hoor. Ik dacht echt dat Lebanon een stad was. Nou ga ik zitten twijfelen. Oh nee, twijfel, hou je mond dicht. Hou je mond dicht, dit is gewoon Lesotho, klaar. Lebanon is misschien de achternaam van mensen die shop hebben, klaar. Of de voornaam, weet ik het. Stop het. Dit is gewoon Lesotho, of omringend gebied. Dus je bent er nooit ver vanaf. Omringend gebied misschien. Is er een Lebono hier? Lebono. Nee. Is er. Nee, oké. Ja, Lebono was niks. Tenminste, in dit geval. Kleine dingen. Mexico, Bolivia, Guatemala. Ja, daar had ik het wel op die dingen gezien. Misschien is het er eentje. Oh nee, dit is. Ik was zo aan het focussen op dit, dat ik helemaal niet gezien had dat dit. Ah. Ik denk dat dit echt een enorm goed voorbeeld kan zijn hoe blind je soms kan zijn als je naar dingen zoekt. Als je echt puur focus op bepaalde dingen, zeg maar. Wat ik nou dus deed, dat ik echt puur alleen focuste op de nummerborden. En daardoor gewoon compleet blind was dat. Weet het? Man, ik had gehoopt dat dat een naambordje was, maar helaas. Maar echt gewoon compleet blind dat dit een. Dat er op die taxi dat er iets stond. Oh boy. Hoe heet, dat heeft een naam. Ik weet dat het een naam heeft, maar ik kom er eventjes niet op. Dat heet. Overigens, het feit dat het op die taxi staat, doet mij denken dat het in Guatemala City zelf is, hoor. Of Ciudad de Guatemala. Neem ik aan dat het officieel dan heet. Ik denk niet dat de mensen in Guatemala het als Guatemala. Ja, misschien ook wel. Het zou raar zijn, want ik bedoel, ze hebben een perfect alternatief. Mexicanen noemen Mexico City ook niet Mexico City, maar Ciudad de Mexico. En dan niet zomaar, dan zal het Ciudad de Mexico zijn, denk ik, als ik het goed heb.
Alto zegt ook genoeg. Alto borden voor het geval dat mensen het willen weten. Stel je voor, je bent een keer in een stad, je kunt het niet vinden. Alto beperkt je zoekgebied eigenlijk tot Mexico en Guatemala, omdat, hoe heet het? Dit is trouwens een Noord-Zuiding. Zou het dan hier kunnen zijn? Wellicht wel. Ik neem maar een gok hoor. Dit is echt. Nee, het was er wel redelijk dichtbij. Maar Alto-borden zijn alleen te vinden in Mexico en Guatemala. Woehoe! Breakdown! Nederland! Even kijken, waar was ik beland als ik 24, 5, 8, 1. Was ik bovenaan beland? Alweer. Het is jammer dat hij het echt niet meeneemt, maar ik denk dat dit ook. Nee, het is niet exclusief voor mensen die alleen. Ja, op zich maakt het ook geen reet uit. Maar goed. Dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe Daily Challenge. En dan zeg ik tot morgen.